Ik heb zo van die periode in mijn loopbaan gehad dat het me echt tegensteekt om een trainingsboer te zijn, een coachboer of een consultant die alleen maar oplapwerk doet, brandjes blussen, problemen oplossen. En dan haakte ik af en dan wou ik het niet meer doen. Maar de laatste jaren heb ik iets gevonden, ben op een spoor gekomen dat voor mij weer enorm zingevend is. En dat heeft niet alleen te maken met de gestegen bewustzijn rond die deal-organisaties. Uh, de zelfsturende teams, het belang van coaching en persoonlijke ontwikkeling in organisaties. Heeft er niet alleen mee te maken, maar het helpt wel dat er een nieuwe golf van bewustzijn is die meer in die richting gaat. Uh, het is vooral iets dat met mij verandert. Dus ik heb gewoon een patroon gemerkt dat ik de laatste jaren doe. Ik ben terug veel meer beginnen lezen. Er is zoveel literatuur. Ik ben beginnen netwerken, met mensen erover praten, lezingen, studiedagen volgen. Als, als ik dat me laat voeden in mijn, in mijn inspiraties, wat, wat ik van droom. Dan, dan merk ik dat ik dat word. Door te lezen en door te studeren word ik dat. Mijn identiteit verandert. En dan loop ik met die veranderende identiteit rond. En dan merk ik dat ik ook andere dingen begin te doen. En als men dan een klassieke opdracht vraagt, zoals Rudy, kun je helpen dit teamprobleem op te lossen, dan begin ik daar ook andere zaken te doen. Ik doe niet alleen een oplossing. Ik, ik, ik ga ontwikkeling uh, doen. En, en men houdt van mijn authenticiteit en mijn inspiratiekracht. En dat werkt omdat ik het ook ben. Uh, ik, ik ben niet meer de oplosser, ik ben meer. Maar, uh, en dat nemen we allemaal samen. Als ik een training geef, bijvoorbeeld, een klassieke training, dan gaat het niet meer over die competentie. Dan gaat het over uh, hoe het aanhaakt bij de organisatieontwikkeling. En tijdens de training werken we dan meer lager. Dan werken we met de persoonlijke ontwikkeling, met de teamidentiteit, en tegelijkertijd met de cultuuromslag in een organisatie. Dat nemen we allemaal samen. En, en hoe dat dan lukt, is omdat ik zelf veranderd ben ik zie in het concrete werk dat we doen, voortdurend het grotere geheel, het grotere plaatje, de grotere, bredere ontwikkeling die we met z'n allen aan het doen zijn en aan het zoeken zijn. En dat, eh, zo werkt het. Laat je inspireren, lees, studeer, praat met mensen, eh, volg cursus en, en word een andere coach, trainer en consultant of leidinggevende. Word een andere professional. En dan zullen je zien dat je vanzelf. Andere experimenten begint te doen, andere resultaten krijgt, andere verbindingen krijgt. Het is machtig. Werk met je eigen ontwikkeling, met je eigen identiteit. Ja, ik ook. Ja.